Gast, goed jammer kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is TonyKok en vandaag gaan we weer de Weekend League die was openmaken. Zoals je ziet is het ja, wel een mindere team van de week zoals vorige week. Maar ja, als je Sánchez pakt, dan is het natuurlijk hartstikke lekker. En volgens mij zou Iniesta ook wel voor iets gaan. Of Maresti zit achter mijn camera. Dus ja, we gaan ze gewoon claimen. Misschien hebben we nog wat op de bank zitten. Nee, op de bank heb je ook niet echt heel veel zitten. We gaan ze gewoon claimen. Hopelijk krijgen we wat leuks eruit. En ja, willen we vorige week overtreffen. Dan moeten we een icon packen, denk ik. Anders is het niet te overtreffen. Dat is echt een zieke, hele zieke pack opening. Je kan nog terugkijken. Er staan ook bij mijn video's op mijn kanaal. Dus we gaan snel naar de Weekend League rewards claimen. En dan gaan we gewoon openmaken. Let's go. Dus je zit 58ste van de wereld. 38-2 ging ik. En dan alsnog 58ste van de wereld. Dat is gewoon prima. En 1 Ultimate Team van de Week pakket. En 3 Jumbo Sassa speler pakket. En 125.000 coins. Hartstikke lekker. We gaan ze openmaken. Kom aan. Je ziet 3 Jumbo Sassa spelers pakket. Oftewel 300k packs. En 1 Ultimate Team van de Week pakket. En hopelijk zit hier dan de Sánchez in. De Inform Sánchez zou wel super lekker zijn. We gaan ze gewoon openmaken. We gaan zien wat we eruit gaan krijgen. Dus daar gaan we. Eerst pakketje. Ja, botjes. Het zou wel lekker als het meteen een walkout zou zijn of zo. Gundogan. Ah, Gundogan is lekker beginnetje. Het is geen walkout. Volgens mij is het nog 86 walkout als ik het goed heb. Maar Gundogan is lekker beginnetje. Salah. Gaat altijd wel voor wat. Voor de rest is het niet heel veel. Maar alsnog Gundogan en Salah, dat is een dikke prima. Volgens mij... Oh, Draxen natuurlijk gaat er ook nog wel voor wat. Gundogan gaat voor toch 25.000 ongeveer. Draxen gaat voor, laten we zeggen, 4k, 3-4k. En Salah moet toch wel echt wel voor wat gaan. Ook niet. Ook 10k denk ik ongeveer. Ik had wel Salah iets hoger in verwacht, dat hij iets hoger zou gaan. Maar helaas, ik ga ze gewoon allemaal naar de club sturen. Dan ga ik de rest denk ik... Oh, deze kan nog wel naar de transfer. Deze ga ik discarden. Gaan we weer op naar pack nummer 2. Ik had echt wel verwacht dat Salah iets duurder zou zijn. Speelt echt best wel lekker in Salah. Maar alsnog, op naar pack nummer 2. Op naar de icon. Hopelijk. Het zou heel ziek zijn. Let's go. Geen icon. Wel een inform. Mahrez voor. Ja, is meteen Mahrez. Natuurlijk, Mahrez is natuurlijk een walkout. Dat is gewoon prima. Ik ben benieuwd voor wat hij zou gaan. Ik ben benieuwd waarvoor Mahrez zou gaan. Ik ben hier wel super blij mee. Oh, die statistieken zijn echt heel ziek. Alleen zijn fysiek is niet heel veel, maar ze dribbelt wel 90 hoor. Dat is toch wel echt lekker. Dat is toch wel echt lekker. En Fabregas. Dat zou ook een balkan zijn geweest, denk ik. Casorla. Kijk voor Mahrez. Ah, Mahrez toch wel... Hij is 50k geboden. Dus ik denk dat hij zo'n 50k ongeveer zal zijn. Fabregas zal niet meer dan 10k zijn, denk ik. Ah, toch? Ja, ik denk tussen 10 en 20k. Casorla zal niet heel veel zijn, denk ik. En voor de rest... Niet heel veel, maar ja. Mogen niet klagen, we hebben alsnog een lekker informpje. Ik ga ze gewoon allemaal naar de club sturen. Deze ga ik op de transfer zetten. En die van Real Madrid ga ik op de transfer zetten. Deze ga ik quicksellen. Dan gaan we op naar pack nummer 3. Let's go! Win inform! Is dit dan Sánchez? Braziliaans? CV? Ik heb geen idee. Hilton. Ah, volgens mij gaat die gewoon voor het minimale bedrag. Dus ik denk 10k. Nou, alsnog... Oh, 2 informs! Ah, is het nog 20k. Ik heb wat met die informs, joh. 2 informs en 1 pack. Dat is gewoon een dikke prima. En voor de rest is dat niet heel veel, moet ik zeggen. Oh, weer Salah! Hey. Salah ga ik alvast naar transfer sturen. En de rest ga ik gewoon allemaal naar mijn club sturen, denk ik. Hilton niet voor heel veel zou gaan, aangezien ze niet maar 48 p's heeft. Oh, toch 17k. Nou, dikke prima. Gaan ze naar de club sturen. En gaan we door naar de 11 informs pack. En hopelijk zit hier dan wel wat lekkers in. Hopelijk op Sánchez. Alsjeblieft. EA. Sánchez, alsjeblieft. Zou wel heel lekker zijn. We hebben hem wel nodig zelfs een beetje eigenlijk. We hebben Sánchez wel een beetje nodig om dit nog een beetje rewards te maken. En het is natuurlijk Sánchez! Het is natuurlijk Sánchez! Ah, dit is toch niet normaal wat ik allemaal pak. Het is niet... Oh, ik denk hij is niet eens een walkout, maar... Natuurlijk is de bal koud. Oh mijn god. We pakken natuurlijk Sánchez. Wat is dit lekker zeg. Ik had niet verwacht even. Want ik denk die packluck dat is hem gewoon eventjes niet meer. Hij is me even ontgaan. Maar alsnog super lekker. Otamendi erbij. Otamendi gaat ook voor 35k ongeveer. Batsheri dan. Oh, we pakken gewoon even Sánchez hoor. Ah, dat is niet normaal dit jaar. Wat een packluck heb ik. We pakken gewoon even de enige echte Sánchez. Ja, en deze ging voor 50, ja. Oh mijn god. Hoeveel zou Sánchez gaan eigenlijk? Ik denk 500k? Ik denk 500? Ja, pff, ruim 560. Ruim 500k. Ruim 500k geboden. Oh, het is dit lekker zeg. Het is ongelooflijk wat ik allemaal pack dit jaar. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Oh god, mijn hoofdje bijkomen. Wat is dit lekker. Oh mijn god. Ik pack gewoon het beste van de beste. Gewoon 90. Is gewoon volgens mij ja, het beste die ik heb gepakt dit jaar. Of het hoogste wat ik heb gepakt dit jaar. Dus Sánchez. Dat is niet normaal. Nou ja, in ieder geval boys. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Ja, verder. Ik ga sowieso iedereen verkopen. Hiervan. Sánchez ga ik ook verkopen. En dan kijken of ik misschien nog iets aan mijn team kan verbeteren. Maar ik ga ze gewoon in ieder geval allemaal verkopen. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken allemaal. Vond je het een leuke video? Vond je de pack leuk? Ik mag misschien wel zelf wel een beetje de packkoning noemen. Ja, vond je het leuk? Doe het lekker het blauw duimpje omhoog. Subscribe gewoon even lekker op de channel. Doe het voor Sánchez dit keer. Voor de 90 Sánchez. Gewoon echt, de luck is niet normaal. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Peace out!